Napster een beetje op zijn teentjes. Geeft aan dat hij er zin in heeft. Daar gaat ze, Lea Okas. Op weg naar een bliksemstart. Paarden draaien het vak in. Start valt, maar wat een goede start ook voor Marloes Knop met Benji Boy. En die is het snelste weg. Aan de buitenzijde Napster en aan de binnenzijde dan het nummer 3 van Forever. Ook goede start voor paard nummer 1 en dat is Gibson Boko. En daar komt aan de buitenzijde Napster om het veld op sleeptouw te nemen. Maar kijk ook naar Hanne Huygens. Die zit er veel dichterbij dan dat we hadden verwacht in de beginfase. En Ultra Tivoli heeft op dit moment ja, toch de beste start van allemaal. Galoppade van Forever en de paarden komen in de rechte lijn voor de tribune. En Napster gaat er vandoor met Benji Boy op zijn rug. Benji Boy. Toch ook een geweldig paard. Dat bewees hij in Groningen. Cashflow kloppen, dat kunnen er maar weinig in Nederland en Duitsland. En het is Napster die leidt. Maar het Ultra Tivoli komt vanuit het achterveld al naar voren. De afstand van de koers 2600 meter. Betekent nog 2 volledige rondes te gaan. En Napster heeft de leiding in handen. Tweede plaats Benji Boy. Daarachter volgt dan Gibson Boko. En de vierde plaats voor Ultra Tivoli. Achter deze paard is Forever weer gezet. En wordt op een lengte gevolgd door Tell Me No Lies. De andere favoriet of mede favoriet. Achter deze paarden volgt de Bolide Lulu. En die wordt nu gereden door Joelle Kleiweg. En achter Bolide Lulu volgt dan met aansluiting paard nummer 6. En dat is Charm Evening. Door de bocht. Op weg naar de overzijde van de baan. En sterk gehouden aan kop van het veld. Paard nummer 4, Napster. Napster heeft 2,5 lengte voor. Op de tweede plaats Benji Boy. Die gaat daar in een goede cadans. Wordt op de derde plaats gevolgd door paard nummer 1, Gibson Boko. Daarachter is het dan de 8, Ultra Tivoli. En dat zijn de voorste 4. Als de verre linkerbocht alweer in zicht komt. En Napster, ondanks dat Lea ook als het niet helemaal wil, wel van het veld weg begint te lopen. En inmiddels een voorsprong heeft van een lengte of 2,5. 3 misschien. Op de tweede plaats daarachter dan Benji Boy. Daar komt aan de buiten. Zij de reactie van de mede-favoriet, paard nummer 8, Ultra Tivoli. En die gaat op dit moment ijzersterk. Daarachter dan de 1, Gibson Boko. En die wordt gevolgd door Tell Me No Lies. Het zijn de favorieten die op dit moment de voorste 5 plaatsen bezetten. Met op de 6e plaats Forever. Ook een paard met een mooi rijtje en een paard met aanzien in de wedmarkt. Deelnemers allemaal achter elkaar komen op weg naar de laatste ronde. Met nog altijd Napster aan kop van het veld. Napster heeft 1,5 lengte. Op de 2e plaats inmiddels Ultra Tivoli. Daarachter Benji Boy. Heeft nog niet veel gedaan. Zou misschien nog kunnen komen. Daarachter volgt dan Gibson Boko. En op een lengte aan de binnenzijde Tell Me No Lies. Zijn aansluiting is er voor Forever. En dat zijn de 6 paarden die de prijs hier onderling gaan verdelen. Waarbij vooraan een tweestrijd begint te ontstaan tussen de 2 favorieten. Napster en op de 2e plaats Ultra Tivoli. Maar er komt reactie, want daar komt aan de buitenkant Gibson Boko. Gibson Boko, toch een outsider. €8,30 gaat naar de 3e plaats. De 4e plaats voor Benji Boy. Zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. 3 paarden lijken nu wat voorsprong te nemen op de concurrentie. Waarbij aan de binnenzijde Napster nog altijd lekker doorgaat. 2e plaats voor Ultra Tivoli. Daarachter dan die nummer 1 Gibson Boko. Op de 4e plaats is het dan Benji Boy. En het is duidelijk dat Marloes Knop niks mocht doen tot de laatste paar honderd meter. En die gaan nu komen. En daar komt Benji Boy. En dat zou zomaar een verrassing kunnen zijn. Aan de binnenzijde komt ook mee naar voren paard nummer 9, Tell Me No Lies. En deze koers is nog niet afgelopen. We komen in de laatste rechte lijn met Napster aan de leiding. Nummer 7, galop. Buitenzijde dan Ultra Tivoli. Helemaal aan de buitenzijde komt daar nummer 1, Gibson Boko. Daartussendoor komt Tell Me No Lies. En het is daar dat Ultra Tivoli overneemt. En dat is beslissend overnemen. Het is Ultra Tivoli die Napster klopt. En Napster krijgt nog een aanval van Tell Me No Lies. Het is de 8 die het wint. Ik denk nog net voor de 4. En dan de 9.